En de ruimte bij Hofstede. Al is het relatief weinig. En Piekenhagen die aarzelt. En dus komt er een enorme kans voor Tuip. Hofstede. Wel hard, maar niet zuiver genoeg. De Lange vastgehouden, maar krijgt die bal nog met een vuurpijl richting Tuik. Die via duw en trekwerk de bal uiteindelijk heeft. En het is 1-0 voor Volendam, omdat Van Dijk dat kan afmaken. Het goede voorbereidende werk van Tuik. Die al rommelend en frommelend op zijn Duits, zullen we maar zeggen, de bal uiteindelijk pandwaar neerlegt voor Van Dijk. Dus hij krijgt een deel van de complimenten. Toch een beetje verrast, onaangenaam verrast denk ik, Heracles. De eerste 25 minuten nauwelijks zitten problemen. En hier misschien op weg naar de eerste kans voor Van den Berg. Gekregen van Overtoom. Van den Berg. Daar ontsnapt Volendam aan de gelijkmaker omdat Van den Berg net overmikt. Daar was het te druk. Van den Berg kan opvangen. Douglas. Weer Van den Berg. Van den Berg. Klein gilletje vanaf de tribune omdat het dreigend leek. Maar Verhoeven stond daar. Goed werk van Bakens. Maar er waren vele Volendammers zo ijverig om terug te gaan. Overzicht is bij Van Dijk Koning. Oh, wat een aardige poging. Piekenhagen laat zich niet verrassen. Tuip, Van Dijk. Schotte Hoek, geen buitenspel. En die raakt de bal volledig verkeerd. Goede kans voor Volendam. Een duimpje gaat wel omhoog bij Schotterhoel, maar het is toch niet voor zijn eigen prestatie. Mooi paasje van Van Dijk. En Schotterhoel die de bal maar voor een kwart gedeelte raakt. Tuip met het hoofd bij Meijers. Sterker dan de Vries. Meijers nu met Bouwachi. Een overtreding van Bouwachi net op het randje. Gezien door Fink die dat beloont met geel. Weer goed doorzetten van Meijers. Brengt Bouwachi in de problemen. Van Dijk achter de bal. Piekenhagen, twee vuisten. Opgevangen Schotterhoel. Boots. En weer Meijers. Een schot wat aardig in de buurt komt. Looms, wint van Schotterhoel. En zoekt Dost. Die zoekt Overtoom. Overtoom nog altijd. Verhoeven. Ja, moest komen. En aarzelt nog niet. Wel een hoekschop. En gekopte Dost. Van de lijn gehaald. Beste kans voor Volendam. Het is De Lange die de bal van de lijn haalt. Verhoeven was al geslagen. Kopbal van Dost. Verhoeven kansloos. En het is Koning die de bal van de lijn haalt. Schotterhoel met Looms. Schotterhoel is er langs. Hij krijgt een voorwis 2-0 voor Volendam. Heel gemakkelijk afgemaakt. Uiteindelijk toch weer door Van Dijk. Omdat Schotterhoel daar rustig bleef. Dat is de opluchting die groot is hier in Volendam. Schulmeister met het gezicht naar het doel. Wordt dat nog wat? Ja, dat wordt zeker nog wat. Dat wordt zeker nog wat. Zo incasseert op de valreep Volendam toch het treffen van de invaller Schulmeister. En Verhoeven is boos. En Heracles heeft nog ruim 3 minuten. Met het gezicht naar het doel en dan is hij toch dodelijk precies hoor. Platje. Schotterhoel. Kunt ook voor opluchting zorgen. Platje bijvoorbeeld alleen op Piekenhagen af. Platje. Ja hoor, dat is 3-1. Het is 3-1. En weer is daar de opluchting. En nu definitief. Mooi op tijd gegeven. Piekenhagen komt wel eens kansloos. En Platje schuift dan uiteindelijk binnen. Dit lijkt allemaal zo simpel, maar dat lijkt simpel omdat het goed wordt uitgevoerd.
Melvin Platje met zijn derde van het seizoen. De vreugde bij Adelaar en de zijne is zeer groot.